Ik ben Joey. Sofian. Jane. Julian. Michelle. En ik ben Amber. Alle faculteiten hebben een favoriete docent gekozen. Deze 7 docenten strijden tegen elkaar om de titel docent van het jaar. We hebben de docenten gevraagd naar hun mening over diversiteit en inclusie. Dan mag je even beginnen met je voorstellen wie je bent. Ik ben Youssef. Ik doseer hier aan de faculteit techniek. Nou, mijn naam is Leander Hauber. Lufna Medema-Baroet. Ik ben docent publiekrecht bij rechten, HBO rechten. Nou, mijn naam is Freek. Ik ben docent op de opleiding Voeding, faculteit Bewegen, Sport en Voeding natuurlijk. Hallo, mijn naam is Corinne van der Velde. Ik lijk 19 jaar, maar ik ben het niet. Ik ben 29. Mijn naam is Felix Schot en ik ben van de faculteit Gezondheid op de opleiding Fysiotherapie. En ik geef de les in praktijk vakken en... Overnieuw. Jesse kan binnen. Hij leidt me af. Het kan dus niet. Ik ben docent bij de opleiding pedagogiek. Mijn naam is Klaas de Let. Ik ben sportdocent op de faculteit Business en Economie. Daarnaast ben ik studieadviseur bij FSM en ik ben coach van 2 klassen. Mijn naam is Felix. Felix Schot. Nee, dit is toch echt heel slecht? Dat is echt heel slecht. En ik geef hier op de HVA bij de opleiding MIC eigenlijk zowat elk vak dat iets te maken heeft met tekst en journalistiek. Mijn naam is Felix Schot. Ik ben van de faculteit Gezondheid, van de opleiding Fysiotherapie en ik geef les in de praktijklijn en in de theorielijn. Merkt u dat de HVA diverser wordt en hoe gaat u daarmee om? De diversiteit is inderdaad steeds groter, steeds meer culturele achtergronden waarbij studenten hier op de opleiding komen. Ja, divers is altijd wel geweest. Het was in mijn tijd ook wel. Of ik nou over de achtergrond kun je allerlei punten eruit lichten natuurlijk. Maar ook wat vooropleiding betreft is het altijd wel vrij divers geweest. Ik geef u nog niet heel erg lang les. De HVA is zeker divers, maar mag ook zeker diverser worden. Wat ik wel zie is dat de HVA divers is op dit moment. De HVA is wel heel divers, vind ik. We hebben studenten met heel veel verschillende achtergronden, cultureel, maar ook qua opleidingsachtergrond. De HVA is qua faciliteiten diverser geworden. Dus qua gebouwen en ruimte. Wat vindt u het belangrijkste aan een docent-studentrelatie? Vooral dat je de student moet benaderen als toekomstig collega. Mijn rol is als studieadviseur, dus je bent begeleider. Ja. Je probeert de studenten mee te krijgen naar zelfstandigheid en naar een professionele houding dan, een beroepshouding. Wat voor mij heel belangrijk is humor. Ik denk juist door af en toe een grap te maken, om met elkaar te lachen, breek je het ijs. Ik probeer vrij toegankelijk te zijn, dat studenten mij makkelijk kunnen benaderen. Snel te reageren op een mail of tegenwoordig is een WhatsAppje ook heel gebruikelijk voor een vraag. De relatie tussen docent en student, dat informeel is en tegelijkertijd ook respectvol is. En je wil juist als docent ruimte geven voor studenten om lekker zichzelf te kunnen zijn, om fouten te kunnen maken, om te zeggen wat ze denken. En die informaliteit zorgt ervoor dat die ruimte gecreëerd wordt. Dat ik probeer met het publiek, maar ook met studenten, een echte relatie te hebben in het moment. Op sommige momenten ben je streng, maar rechtvaardig. Ja. En op andere momenten laat je de touwtjes een beetje vieren en dan is er een ontspannen sfeer. Wat gebruikt u voor tool tijdens de les en wat zou u dan bijvoorbeeld willen aanraden aan andere leraren? Ik vind zelf een van de belangrijkste tools is Spotify. Ik heb eigenlijk helemaal niks met al die nieuwe hippe dingen als Socrative en Kahoot. En dan moet je op een computer drukken en dan komen er allemaal dingetjes. Ik probeer gewoon in ieder geval veel verschillende werkvormen te gebruiken. Zodat je de student wel elke keer op een andere manier triggert om de lesstof goed tot zich te nemen. Dan denk je van Spotify, onderwijs, wat heeft dat met elkaar te maken? Maar ik vind het wel belangrijk dat er een prettige sfeer hangt, vooral als studenten aan het werk zijn. Ja. Dus als opdrachten gemaakt worden, dan zet ik gewoon een playlist aan en dan vinden ze prettig. Ik gebruik eigenlijk vooral deze jongens. Daarnaast vind ik energie belangrijk, dat je gewoon goed gemotiveerd en vol met energie voor de groep staat. En ook aansluiten op de beleving van de student. We hebben heel veel goede docenten rondlopen binnen FSM. En zij moeten het maar bewijzen. Fysio first en volgend jaar een andere faculteit. Oké, top. Dames en heren, dit zijn de 7 kandidaten. Zijn jullie ook zo benieuwd wie de winnaar wordt?